Hoe kan je je stakeholders meer betrekken bij je organisatie? Dat is wat we in deze video bekijken. Stakeholders, wie zijn dat? Wel, dat zijn letterlijk belanghebbende partijen. Hè? Dus iedereen die een invloed uitoefent op je organisatie en of erdoor beïnvloed wordt. Hè? Dus invloed is eigenlijk een heel belangrijk criterium van zijn de stakeholder of niet. Dus denk aan de eigenaars, consumenten, leveranciers, overheden, financiële partners. We gaan in deze video bekijken waarom je hen nu meer zou betrekken en vervolgens hoe je tot een goede samenwerking met je stakeholders komt in een aantal concrete stappen. Maar over het waarom, ten eerste zien we uit eigen onderzoek dat 8 op de 10 organisaties dat al doet. Dat is dus een heel gedeelde praktijk om stakeholders, externe stakeholders, meer te betrekken. En dat ook bijna elk bedrijf daar tevreden over is. Dus dat is toch al een opvallende conclusie uit dat onderzoek. De meest betrokken partijen zijn klanten en consumenten, gevolgd door externe consultants en experts en leveranciers. Wel een bemerking bij deze resultaten. Hier gaat het om regelmatig betrokken stakeholders. En dan zien we toch dat enkel klanten, consumenten door meer dan de helft van de bedrijven regelmatig betrokken wordt. Dat zou in principe beter moeten kunnen. Nu, waarin worden zij dan betrokken? Wel, de meest minimale betrokkenheid is eigenlijk het consulteren van stakeholders, bijvoorbeeld in klantenbevragingen, over de dienstverlening, over bepaalde producten. Informele kennismaking, dat is vooral voor kleinere bedrijven die dus bijvoorbeeld hun omgeving, hun buurtbewoners uit te nodigen om kennis te maken met het bedrijf. Tot meer strategische initiatieven zoals een stakeholder dialoog, waarbij je verschillende partijen gaat samenbrengen rond bepaalde vragen of uitdagingen van het bedrijf. Tot zelfs echt strategische denkoefeningen waarin stakeholders mee gaan nadenken over de toekomst van je bedrijf. De meest nauwe samenwerking is echt partnerships met stakeholders, zoals bijvoorbeeld met bepaalde leveranciers. Wat zijn nu de redenen waarom bedrijven zeggen dat zij samenwerken vooral met externe stakeholders? In de eerste plaats expertise en kennis inwinnen. Door dus de kennis van uw omgeving te benutten, uw eigen strategie, uw eigen werking verbeteren. Ook het innoveren, producten verbeteren, dienstverlening verbeteren, strategieontwikkeling zijn veel aangehaalde redenen om stakeholders meer te betrekken. Ook het aangaan van partnerships, het verhogen van duurzaamheid, waar stakeholderbetrokkenheid een belangrijke factor van is, zijn redenen. Opvallend, meer beschermende, defensieve, zouden we kunnen zeggen, motivaties, zoals uw reputatie verbeteren of uw stakeholders tevreden houden, scoren veel lager dan de motivaties die meer gericht zijn op strategische verbetering. Nu, wat kan u nu doen om die samenwerking met uw stakeholders te verbeteren? In de eerste plaats brengen ze in kaart wie zijn dat allemaal. De zogenaamde stakeholder mapping brengt dat ecosysteem van stakeholders in kaart. En vervolgens kan je je strategie afstemmen op de mate waarin bepaalde stakeholders meer impact hebben, meer invloed hebben, meer belang hebben bij je bedrijf. Daar uw strategie op afstemmen. Zij met minder belang en minder impact, die moet je vooral geïnformeerd houden, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief. Zij met veel belang, maar minder, met meer macht, maar minder belang, die moet je vooral tevreden houden. Vaak zitten overheden in deze categorie. Ze hebben niet altijd veel belang bij je bedrijf, maar wel veel impact, bijvoorbeeld met regelgeving. Zij die wel veel belang hebben, die moet je natuurlijk gaan betrekken bij bepaalde projecten voor zij die misschien wat minder impact hebben. Maar zij die ook impact hebben en veel belang, dat zijn uw sleutelspelers. Die hoor je eigenlijk systematisch tot op strategisch niveau te betrekken. Derde fase is zoek dan naar gedeelde doelstellingen met je stakeholders. Je zal nooit exact dezelfde doelstelling hebben, maar je kan elkaar wel vinden op bepaalde punten. Denk bijvoorbeeld aan NGO's die ijveren voor meer milieubewustzijn. Die kunnen je helpen op doelstellingen op vlak van duurzamer maken van je bedrijf. Ook al zijn je algemene doelstellingen wat verschillend. Belangrijkste aanbeveling is eigenlijk verander je kijk op stakeholders. Je hebt eigenlijk twee grote visies. Je hebt de buffervisie, die stakeholders meer als een vijand zien, die ze meer op afstand willen houden, vertrekkend vanuit wantrouwen. En vooral gericht op, we moeten onze strategie of ons bedrijf beschermen tegenover invloed van stakeholders. De brugvisie zoekt vooral toenadering. En we zien toch uit ons onderzoek dat die aan belang inbindt. Toenadering vanuit een vertrouwensrelatie, veel meer vanuit een horizontale netwerkrelatie in plaats van een verticale machtsrelatie. Gericht op het versterken van de strategie en de belangen van je stakeholders. Dat is wat men noemt stakeholder engagement, stakeholder betrokkenheid, tegenover het meer sturende stakeholder management. Meer over stakeholderbetrokkenheid kan je vinden op onze website ethion.be, zoals onze laatste publicatie met de resultaten van ons onderzoek hiernaar.